Burgers die van plan zijn om te gaan stemmen op 25 mei, krijgen tot en met 15 maart de kans om hun persoonlijke informatie te controleren. De wettelijke terinzagelegging is vandaag geopend door de minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Lailes. Mijn naam is Lailes Edmund Franklin. Ja, dat klopt. Als de gegevens niet in orde zijn, kan men niet stemmen op 25 mei. Ik heb mijn eigen gegevens net gecheckt en het klopt, dus ik kan gaan stemmen op 25 mei. Waarop wordt er precies gelet als de gegevens worden nagekeken? Er wordt gelet op ID-nummer, familienaam, voornaam, adres, als de gegevens wel correct staan in het systeem. En wat gebeurt er als de gegevens niet correct staan bij jullie? Als de gegevens niet correct staan, wordt er een verzoekschrift opgemaakt voor verder afhandeling. Mevrouw Hek, Shahida, klopt wel. Als ze correct voorkomen op de kiezerslijst, dan wordt er een bewijs uitgeprint voor de burger zelf dat ze correct staan op de kiezerslijst. En dat kunnen ze dan bewaren. Dat is een bewijs voor de burger zelf dat ze correct staan. Dit is niet de enige stand. We hebben een aantal locaties. We zijn landelijk bezig, dus ook in de districten. Het ministerie is sinds vorig jaar bezig met de terinzagelegging. Dit is de derde, tevens laatste kans voor burgers om hun gegevens na te kijken. De organisatie is van plan om zoveel mogelijk kiezers op de been te krijgen. We liggen zo tegen de 350.000 plus aan kiezers. Vorige verkiezingen hadden we ongeveer 75% van de kiezers. Maar wij proberen dit jaar tussen de 85 en 90% te halen. Voor de opening heeft de bestuursambtenaar, Lloyd Daarson, enkele NDP-vlaggen verwijderd van de plek. Dit viel bij sommige mensen niet in goede aarde. Ik vind het erg, ja. Ik vind het erg. Waarom vindt u het erg? Ja, omdat ik hoor hoe die vlaggen zo zijn. Omdat er een stand hier is waar de mensen hun gegevens kunnen checken. En dan vinden we het niet zo leuk dat er vlaggen in de buurt zijn. Want wij zijn niet bezig met propaganda maken. Dus vandaar dat wij die vlaggen hebben weggehaald. Nou, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het helemaal niet erg omdat ze daar bezig zijn te werken. En we stoppen geen mensen toch. Dus vandaar. Op welke manier roepen jullie mensen op om hun gegevens te laten checken? Er is bekendgemaakt via de tv, dus media. En er zijn ook sms'jes verstuurd. Hoe heeft u uw gegevens aangecheckt? Waarvoor? Om te gaan stemmen. Er is een stand hier waar u gegevens kunt laten checken, zodat u dan zeker weet dat u kunt stemmen. Heeft u dat al gedaan? Nee, nog niet. Misschien later ga ik het doen. Maar u gaat wel stemmen? Ja, graag. Maar en op u gaat? Mijn burgerplicht moet ik doen, toch? En op, weet u wel op wie u gaat stemmen? Ja, NDP natuurlijk. En heeft u uw gegevens al gecheckt? Jawel. Klopt alles? Jawel. Weet u ook op wie u gaat stemmen? Ja, op de NDP ga ik stemmen. Ik heb alles al gecheckt. Ja, alles klopt? Alles klopt, ja. Weet u wel op wie u gaat stemmen? Ja, maar het is nog steeds een geheim hoor. Het blijft een geheim. Mevrouw, heeft u gegevens al laten checken? Ja, lang. En kloppen ze allemaal? Ja. Weet u ook al op wie u gaat stemmen? Op wie ik ga stemmen? NDP natuurlijk. En heeft u uw gegevens al gecheckt? Nee, voor mij kan het nog niet. Waarom kan het nog niet? Omdat ik de Nederlandse nationaliteit heb. Ik hoop dat NDP wint. Alles is van me is in orde. Alles van u is in orde. Weet u al op u gaat stemmen? Nee, dat is mijn geheim. Het is mijn geheim. Ik kan het niet prijsgeven. Heeft u uw gegevens al gecheckt? Ja. En alles klopt dus? Ja. Weet u ook voor wie u gaat stemmen? Kijk, mijn bron daar, Abok. Niet iedereen is van plan om naar de stembus te gaan. Nee, ik ga niet stemmen. Waarom gaat u niet stemmen? Ik heb geen hoop in hun. Ik heb geen hoop in ze. Je weet niet wie je moet zetten, dus ik weet het nog niet. Ik moet me eerst gaan bezinnen. En mogen we ook weten op wie u gaat stemmen? Nou, ik denk dat ik het niet hoef te zeggen. Ik stem in ieder geval op een partij die vooruitgang wil brengen voor ons land. Politiek is vies en vuil, maar ik hou niet van politiek. Ik hou niet bezig met politiek dingen. Dus er is geen enkele partij of combinatie waarvan jij zoiets hebt van deze mag 5 jaar regeren? Nee.
toch moet je werken. Maar voor je gaat stemmen, toch moet je werken.